Recentelijk recipieerde ik van mijn wettige epouse Thea bepaalde signalen dat zij aanhikte tegen haar bewustzijnslimiet. De tralies staan hier wagenwijd open. Toch ving deze vrouw aan haar verblijf in onze gouden kooi als benauwend te beschouwen. Maar trouwen is houden, dus je dient elkander die temporaine spijbelmomenten te gunnen. Dat zijn nou juist die kleine toegeeflijkheidjes jegens de een en naar jezelf toe. Dus ik heb gezegd, Thea, pak dan een paar van die Canarische zonnesnackjes om die hoognodige kwaliteitsuurtjes te genereren. Maar Thea kan zich lastig aan publiek vertonen en al helemaal niet in badkledij. Dus toen zat ik met een probleem. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn eigen vraagdenken gekoppeld aan mijn probleemoplossend vermogen. Ik heb gedacht, als het voor Thea werkelijk zo belangrijk is om een intenser contact met die buitenwereld te houden, als dat verder gaat dan een korte termijn verlangen, als die kwaliteitssprong voor haar van wezenlijk belang is, dan moet ik haar het inslaan van die eigen richting gunnen uit de volle cordialiteit mijns harten. Ik heb dus gezegd, kindje, oké. Pak maar een creditcard, hier heb je ze allemaal. En als je dan die buitenwereld niet indurft, haal die wereld er maar hier naartoe in huis. En dat heeft ze gedaan. Zo, amuseer je een beetje, Thea? Oh, wat een mooie plaatjes ook, hè? Zit jij even fijn te interneten? Ik voel mezelf niet zo aangetrokken tot die nieuwe media, dus daar heb ik op de zaak nieuwe mensen voor aangetrokken. Ik dacht net, Thea, als ik mijn oude moeder nou een wat goedkopere uitvoering schenk, dan kun jij misschien met haar mailen, dan hoef je niet elke dag te telefoneren. Hè? Merk je dat niet een goede oplossing? Nou, ga jij maar fijn surfboarden, dan gaat papa nog even naar de grote club. Je valt er wel niet zoveel van af als van echt surfen, maar je komt tenminste weer eens onder de mensen, kindje. Dag, tot vanavond. Veel plezier. Wepsen.